Hey daar lieve luidjes en welkom bij een nieuwe video van mij, Julian, waar we het vandaag gaan hebben over de pizza sessie met Huib de Jong. Exciting! Ik kan je wel doodleuk gaan uitleggen wat het allemaal is, maar ik ga nu namelijk in gesprek met de rector van de Hogeschool van Amsterdam, dus waarom zou ik het hier uitleggen als ik jullie ook gewoon live kan meenemen naar waar het ook echt gebeurt? Where the magic happens. So without further ado, follow me. Hey daar lieve luidjes, hier is hij dan, the man of the hour, every day, Huib de Jong. Vertel even, wie bent u? Ik ben Huib de Jong, rector van de Hogeschool van Amsterdam. Honden of katten? Honden. Ah! Nu we weten wie u bent, is het natuurlijk ook wel van toepassing om te kijken, wat doet u eigenlijk? Als rector zijnde dan. De rector die is bezig met het organiseren van het onderwijs. Straks ga ik pizza eten met studenten. En dan hoop ik met ze te praten over wat zij ervaren in het onderwijs. En ik hoop dan in zo'n gesprek dingen te kunnen bepalen om het plezier nog verder te vergroten. En problemen die ze tegenkomen. Of ik daar iets aan kan doen samen met een heleboel docenten en medewerkers van onze instelling. Ik zie pizza toch als een dagelijkse bezigheid, dus daar heb ik helemaal geen problemen mee. We gaan natuurlijk pizza eten met z'n allen. Maar dan de belangrijkste brandende vraag is, wat is Huib de Jong's favoriete pizza? Dat is de pizza tonno. Met ui of zonder? Met. Dit komt goed. Hungry yet? Ik wel. Laten we dan maar snel beginnen. Terwijl we zijn genieten van een grote pizza, zal het thema van vandaag rondom diversiteit zijn. Dat je gewoon jezelf veilig kan voelen, dat zou voor iedereen een win-win situatie zijn. Wat zou de HVA moeten doen om ervoor te zorgen dat je dus zo, wat jij een safe space doet, creëert? Of je gaat als een Egyptisch meisje met een hoofddoek ga je naar college en daarin maken ze ja, religie en wetenschap, Dan kan je wel misschien iets zeggen als klasgenootje of als medestudent, maar je professor is een soort van hiërarchisch hogerop gezet. En die zet de toon en de discours in de klas. Eten we? Pizza! Wat voor pizza is dit? Ik weet het niet! Iemand? 10 points for Gryffindor. I think so, I'm not sure. We zijn ten einde gekomen van de pizza sessie met Huib en ik ben hier met... Sima Outar. Sima, en wat vond je ervan? Ja, ik vond het pittig. Jalapeno ain't got nothing on this conversation, girl. Ja, precies. Er werd echt goed gepraat over onderwerpen die ertoe doen. Hey, het was echt super, super heftig en emotioneel, maar dat is goed. Ik ben hier nu met... Boy. En wat vond jij daarvan? Ik vond het een leuke uitdaging, ik was gespreksleider en ik merkte dat er heel veel verhalen waren van mensen die dingen ervaarden. Heel veel emotie heb ik gezien, die toch goed ingekaderd kon worden en iedereen kon goed zijn ei kwijt. En ik denk dat ik een mooi gesprek geleid heb. Dit achtergrond is alles. Ik wil dit. Als je meer wilt zien van dit kanaal, kijk natuurlijk uiteraard naar deze video's onderaan. Dankjewel voor het kijken naar deze video. Vergeet niet te liken en te subscriben. En dan zie ik jullie allemaal weer de volgende week.